Eindelijk schijnt hij volop, maar het is wel oppassen geblazen. Want de zon is zo sterk dat je supersnel verbrandt. Ik heb niet ontbeten. Het is dus goed warm en de dagen die zijn lang. Moslims worden extra op de proef gesteld nu het Ramadan is. En er komt een eind aan deze weerwar van borden in het centrum van Arnhem. En met name mensen die onbekend zijn, die raken gewoon echt verdwaald door het bordenwoud. Goedenavond, het nieuws van woensdag 25 juli. Bijna juichend werden eind vorige week de eerste echte zonnestralen na weken van regen ontvangen. Er was meteen een massale toeloop naar de stranden. Maar het gejuich lijkt nu al te verstommen. Meerdere instanties waarschuwen voor het gevaar van een sterke zonkracht. Zo ziet het er al een paar dagen uit. Heerlijk weer en genieten van de zon. Maar het is niet zo onschuldig als het lijkt. De kracht van de zon is op zijn sterkst en daarmee gevaarlijk. Een lange termijn gevolg van overmatig zonnen en vaker verbranden is inderdaad huidkanker. We zien een enorme explosie aan meer huidkankerpatiënten. Het aantal stijgt elk jaar met zo'n 10%. Maar aan de Rijkerswoerdse plassen in Arnhem lijkt niemand zich daar zorgen om te maken. Nee, ik smeer me zo meteen nog een keer in en dan gaat het wel weer goed komen bij mij. Want u bent dan niet verbrand? Jawel, een klein beetje. Van gisteren ook. Ja. Het brandt wel heel erg, maar het gaat goed zo. En af en toe een lekkere duik het water in. Ja, dat komt vast wel goed. En anders verbrand ik maar lekker, toch? In Nederland kwam de zonkracht in de laatste 15 jaar slechts 2 keer tot de 8. De zonkracht is met 6 à 7 ook nu al een paar weken zeer krachtig. Maar vandaag werd er pas voor het eerst echt gewaarschuwd. Zeker begin zomer en ook het eind van de lente eigenlijk, dan staat de zon op zijn hoogste punt. En dan is de zon het scherpst. Nu iedereen, in ieder geval alle schoolvakanties zijn begonnen. En tegelijkertijd iedereen met het warme weer ook naar de kust gaat. Ja, ook nog eens bij het water, wat een deel van de zonlicht weer kaatst. Dus vandaar dat er wordt gewaarschuwd. En de tips voor gevaar van de zon zijn even voor de hand liggend als doeltreffend. Advies is, wees verstandig met zonne. Hou het tot een kwartier per dag, smeer je heel goed in en gebruik in elk geval geen zonnebank. Ja, zon is dus krachtig. De temperatuur loopt op tot tropische waarden. De hoogste temperaturen in ons land die zijn gemeten in Limburg en in de Achterhoek en op de Veluwe. En collega Erik van der Pol die staat bij een amateurweerman in Vierhouten op de Veluwe. Ja, Erik, bij wie sta je precies? Maar ja, misschien nog wel belangrijker. Hoe warm was het daar vandaag? Ja, nou ja, ik ben beland bij Gerrit Rekers. Dat is zo'n amateurweerman. Naast zijn weerstation staan we. Meneer Rekers, wat is het geworden hier vandaag in Vierhouten? 28,8, net geen 30. Wat ik wel zag, dat ze in de Achterhoek wel, ik meen 30,1 of 30,2 zaten. Maar ja, zelfs... Dus je hebben het gewonnen van de Veluwe dit keer? Deze keer wel, ja. Ja, ruim zelf. En dat meet u allemaal met dit weerstation? Kunt u eens uitleggen, wat is dat? Ik heb hier een regenmeter, ik heb hier een aantal schoteltjes waar een sensor in zit die het meet feitelijk, zeg maar. En juist door die schotels meet hij enkel de lucht maar. Dus hij meet niet de zon die erop staat, maar puur de lucht meet hij. En dan meet je beter dan dat de felle zon erop zit. Ja, en meet beter dan de felle zon. Overigens is dit een raar gebied, hè? Dus u heeft die bovenste en die onderste heeft u heel erg nodig. Want het is een bijzonder gebied hier. Ja, heeft te maken met zand. Deze meet wat ik zeg op 1,50. Ik meet hier de grond. En ik had afgelopen zondag, had ik hier dus onder de 4 graden. Ik had hier op 1,50 had ik hem 4,2. Maar aan de grond zat hij onder de 4 graden. Nu ben je 3 dagen verder en zit je bijna aan de 30. Ja. Onvoorstelbare verschillen inderdaad. Ja. En dat meten we eigenlijk jaarlijks, hè? Ja, al jaren. En wat het leuke was, ik kon net zien dat de laatste dag dat het op, wat is het vandaag, 35 juli... dat we rond die 30 graden zaten, was in 2008. Ja. Een aantal jaren geleden wel. Dus we hadden wat te goed. Gerrit Rekers, dank u wel. Ja, Mart, je hoort het. Dus net geen 29 graden hier in Vierhouten. Maar dat is toch nog heel warm, kan ik je vertellen. Dus wij gaan de schaduw zoeken. Heel goed plan. Dank je wel, Erik van der Pol. In Vierhouten, in de achtertuin, bij die amateurweerman dus. Het is dus warm. Het is dan ook belangrijk om veel te drinken, maar als je dat niet mag, is dat een probleem, zoals moslims, want die hebben nu de Ramadan. Nee, ik heb niet ontbeten. Het is Ramadan. Gisteravond om 9:50 heeft Razak Begani voor het laatst gegeten. Want Razak is moslim en doet aan de Ramadan. Om dan zonder drinken en eten overdag te moeten werken, is zwaar. En zorgt voor vermoeidheid en concentratieproblemen. Af en toe wel. En dat is dan een beetje de momenten dat we gewoon even rust gaan doen. Even een beetje
even uitrusten, even van die rustige werk doen. En dat mag ook van de baas? Ja, absoluut. Het is, wordt daar rekening mee gehouden. Razak heeft geluk met een werkgever die rekening houdt met de Ramadan. Overdag is het natuurlijk is het even behelpen af en toe, maar over het algemeen gaat het hartstikke goed. De meeste moslims bij andere bedrijven durven het echter niet aan te kaarten bij de baas. Dat komt omdat het überhaupt niet aan de orde gesteld durft te worden. Want ja, je bent bang je baan te verliezen bijvoorbeeld. De vakbond wil moslimmedewerkers niet pamperen, maar pleit voor begrip van de werkgevers. Het is niet zo dat we mensen een maand betaald vrij willen geven, zeker niet. Maar je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld te kijken, kan je wat langere dagen maken, maar ook langere pauzes hebben. Razak heeft het wat dat betreft dus getroffen met zijn baas. Maar ook met zijn niet-gelovige collega's. Uit solidariteit doen die ook mee met de Ramadan. Ik vind het niet netjes, zeg maar, om te gaan eten, zeg maar, waar anderen bij zijn die het eigenlijk niet mogen. Dus uit respect doe ik, zeg maar, ook mee met de Ramadan. Die doen ook gezellig met ons mee. Dus het is wel leuk. Ja, en het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waarschuwt voor smog. Smog kan vooral bij astmapatiënten tot gezondheidsklachten leiden. En hoe lang het mooie weer nog aanhoudt, dat hoort u straks van weerman Casper Houtsen. Ander nieuws dan. Het Nederlands Forensisch Instituut is begonnen met een extra sporenonderzoek in een huis aan de Lingenstraat in Nijmegen. Een vrouw van 35 raakte hier afgelopen week ernstig gewond, vermoedelijk na een mishandeling. Het huis is met grote schermen afgezet en ook is het verzegeld. Het NFI ondersteunt de Nijmeegse politie. Bepaalde sporen wilde de politie namelijk beter laten onderzoeken. Het onderzoek gaat nog door de hele avond. De man van de vrouw heeft zichzelf aangegeven op het politiebureau en hij zei dat hij zijn vrouw iets had aangedaan. Ze zijn verwarrend voor automobilisten en bovendien verpesten ze het straatbeeld. Dat zegt de gemeente Arnhem. Die wil af van de overvloed aan verkeersborden. Het plan is om die borden vanaf begin volgend jaar weg te halen. Nou ja, je moet je eens voorstellen dat je hier als automobilist aankomt rijden. En dan denk je, welke kant moet ik op? En dan zie je daar aan de overkant zie je een pijl. Ik moet hier linksaf. En je ziet daar rechts van je ook nog een bord. Daar staat op, ik moet linksaf. En dan zie je daarachter, als je toch rechtsaf zou willen, zie je al dat je er niet in mag. Dus eigenlijk word je als automobilist op drie verschillende plekken, op één T-splitsing, verteld, je moet hier linksaf. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden in de binnenstad van Arnhem. Wethouder Leijsink ergert zich aan het oerwoud van borden en vindt dat de stad beter af is met minder. Toch zijn er Arnhemmers die niet begrijpen waar de wethouder het over heeft. Zoals bijvoorbeeld rijschoolinstructeur Frank Lichthart. Volgens mij staan er geen overtollige verkeersborden langs de weg. Sterker nog, volgens Frank Lichthart ontbreken de juiste borden in sommige delen van Arnhem. En dat brengt zijn leerlingen vaak in de war. Zijn advies aan de wethouder is dan ook... Zeker niet weghalen. En misschien op plekken daar waar meerdere rijstroken samen zijn, waar ze van verschillende richtingen op gaan, extra borden plaatsen. Vooralsnog gaan vanaf volgend jaar alleen maar borden weg. Waardoor het parkeren in Arnhem duidelijker en overzichtelijker zou moeten worden. We maken nog wel eens mensen mee die keurig met een kaartje uit de automaat op een vergunninghoudersplaats staan. En die moeten we beboeten terwijl ze eigenlijk gewoon te goede trouw zijn geweest. In het najaar gaat de wethouder met ondernemers, ouderen en andere belanghebbenden over het plan praten. En straks nog op kraamvisite bij flamingo's. Niet in de dierentuin, maar in het wild. Zometeen ziet u de reportage. In de door boktoren aangevreten boom in Winterswijk zijn 13 beestjes gevonden, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Deze esdoorn is na ontdekking van de Aziatische boktor meteen omgezaagd en afgevoerd. Omdat dit insect ernstige schade kan aanrichten aan loofbomen en struiken, is in een straal van 100 meter veel groen weggehaald. Klanten van Vodafone die in het zuiden van Wijchen wonen hebben voorlopig nog geen verbinding. Het netwerk ligt er al weken uit en het duurt nog 2 tot 4 maanden voordat er weer gebeld en geïnternet kan worden. Een zendmast is gesloopt en het is wachten op een nieuwe zendmast. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van ondernemer en VVD-raadslid Henny van der Most. Hij zou illegaal bomen hebben gekapt op zijn landgoed bij Gorssel. Hij werd vrijgesproken vanwege fouten in de dagvaarding. Van der Most vindt dat hij niets illegaals heeft gedaan. Hij zou alleen wat uitgedund hebben. De politie heeft 2 Arnhemmers aangehouden in het onderzoek naar de vondst van een zwaargewonde Arnhemmer op de postbank. Het gaat om een 19-jarige vrouw en haar 27-jarige vriend. De gewonde Arnhemmer ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgelijk, maar hij is niet in levensgevaar. En dan kan de komende winter gewoon geschaatst worden op de natuurijsbaan in Ruurlo. De Raad van State heeft het bezwaar van een omwonende tegen de ijsbaan verworpen.
Die vreest onder meer overlast van bezoekers omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Volgens de Raad van State is er genoeg plek voor de schaatsers. Begin dit jaar roofde een vos ze allemaal leeg. De nesten van de wilde flamingo-kolonie in het Zwilbroek bij Groenlo. Maar vandaag is het toch nog blij nieuws. Er zijn in het Zwilbrokkerven 3 baby-flamingo's geboren. Schrikdraad houdt de vos nu weg. De flamingo's in het Zwilbrokkerven onder de rook van Groenlo. Ze trokken vandaag menig belangstellende. Allemaal proberen ze met grote kijkers een glimp op te vangen van de babyflamingo's. Onder hen ook Martin Jansen uit Groenlo. Eenvoudig is het niet om de jongen goed in het vizier te krijgen. Ja, het is heel bijzonder dat die hier zijn in de grensstreek Zwilbroek Groenlo. Met de kleinste glimp van de jongen zijn de liefhebbers al tevreden, want de ouders zijn erg beschermend. Nee. Bij de jongen gaan ze niet weg. Kijk, helemaal grijs. Dat ze een beetje ouder zijn, donkergrijs. Babyflamingo's in een meertje in West-Europa, hoe bijzonder zou je denken. De flamingo's bezoeken al een tijdje het Zwilbrokkerven. Waar ze precies vandaan komen, weten we niet. Ze worden al 13 jaar bestudeerd door een Duitse biologe. Het wordt vermoed dat ze entweder uit zoos of uit private tierhaltung uitgebroken zijn of vrijgelaten worden. Martin Jansen weet wel waarom ze juist dit meertje als broedplek hebben uitgekozen. Dat ontstaat ook door de poep in feite van de meeuwen, hè? Meeuwen. Ja, de meeuwen, dat ontstaat wat in het water en dat wordt voedsel. Na een tijdje wordt dat voedsel voor de flamingo's. Daarom zitten ze de hele dag te zeveren door het water. Hè. En met het plaatsen van een elektrisch hek is het helemaal een ideale broedplek, want de vos wordt buiten de deur gehouden. Het is volop zomer, we zagen het al. De voetbalcompetitie die is nog niet begonnen. Maar toch speelt Vitesse morgenavond al een belangrijke wedstrijd. Lokomotiv Plovdiv is in de tweede voorronde van de Europa League de tegenstander. Het eerste duel in Bulgarije eindigde in een gelijkspel. Ruim 3 weken is het ambitieuze Vitesse nu onderweg in de voorbereiding. En eigenlijk is dat te kort volgens de nieuwe trainer, als je nu al Europese wedstrijden moet spelen. Kijk, als je heel eerlijk bent, had ik het liever anders gezien. Maar goed, het is nu helemaal zo. Nou, dan moet je daar gewoon op een normale manier mee omgaan. Vorige week in Bulgarije kwam Vitesse in de slotfase conditioneel tekort. Maar de spelers zijn inmiddels fitter geworden. We hebben meer conditie. We zijn weer een week qua team zijnde verder. Dus ja, wat we vorige week in de laatste fase van de wedstrijd tekort kwamen aan conditie, hoop ik dat we nu over de streep kunnen trekken. En dat zal ook moeten, want eigenaar Mirab Jordania links in beeld kijkt streng toe en legt de lat dit seizoen weer een stuk hoger. Vandaar ook de aanstelling van Rutten, die bij Twente en PSV al jaren in de top werkte. Hij is scherp op alle dingetjes. Alles wat je ziet, alles ziet hij. Ja, als hij met de rug naar je toe staat, dan roept hij je nog. Het eerste resultaat van Rutten was vorige week 4-4 in een snikheet Bulgarije. En morgen zal het opnieuw tropisch warm zijn in Gelredome. Ja, we moeten niet zeer over warm te kijken. Sommige mensen maken daar een thema van. Mijn spelers mogen daar geen thema van maken. We zijn professional en dat soort zaken, ja, daar maak ik mij persoonlijk nooit zo druk om. Het gaat enkel en alleen om de volgende ronde. Want dan treft Vitesse in Moskou waarschijnlijk de steenrijke club Ansi. Met duurbetaalde sterren onder leiding van Guus Hiddink. We weten als we de ronde doorkomen welke tegenstander we krijgen. En dan is het wel met mooie spelers en waar je graag had van kunnen dromen een paar jaar geleden om daar ooit een keer tegen te mogen spelen. Voor de wedstrijd van morgen zijn pas 10.000 kaarten verkocht. Er is dus nog voldoende plek beschikbaar. Ja, het weer dan. We hebben al veel zon gezien. Casper Hootse, die weet hoe het verder gaat met het zomerweer. Veel mensen in Gelderland zochten vandaag verkoeling, zoals hier bij Winterswijk aan het water. Op de warmste dag tot nu toe van deze zomerperiode. En ook de komende 2 dagen zijn gewoon nog warm. Veel zonneschijn erbij aanvankelijk. We zien wel hier het een en ander veranderen. Helemaal naar het zuidwesten toe bij de oceaan. En hier ook boven Spanje. En deze 2 gebieden samen gaan uiteindelijk ervoor zorgen dat in de loop van vrijdag en zaterdag de verandering gaat plaatsvinden. Maar voorlopig is het dus nog wel eventjes warm. Kijken we naar vandaag. Ja, veel zonneschijn gehad. Hier en daar wat stapelwolkjes. Onder meer boven de Veluwe als eerste de witte vlekken zichtbaar.
En ook elders uiteindelijk wel een paar stapelwolken. Vanavond lossen ze gewoon weer op, waren nog aanwezig. Mooie avond vannacht, helder. Hier en daar een mistbank wellicht. Maar verder dus een hele kalme nacht. En morgen ja, dan weer hetzelfde laken en pak van vandaag. Veel zonneschijn. Start echt met ja, wat grondmistbanken. Verder fraai de zon. Grondmist al snel opgelost. En dan in de middag zien we hier en daar wat kleine toefjes stapelbewolking. Als eerste op de Veluwe, later ook elders bijvoorbeeld in de Achterhoek en richting het rivierengebied. Maar een mooie dag, dat blijft het gewoon een droge dag. Opnieuw niet al te veel wind en veelal zwak windje en temperaturen die hoog blijven. De hoogste waarde in het zuiden, zuidoosten van de Achterhoek, daar tot 29 graden aan toe. Prachtige zomerdag dus opnieuw. Nou, vrijdag de eerste tekenen van verval. De zon is er wel. Maar soms drijft er ook bewolking over en er kan overdag al een enkele regen- of onweersbui vallen. Vooral in de nacht naar zaterdag toe worden het er dan meer en dan koelt het in het weekend af. Maar zien we zondag met name de zon weer terugkomen. En dit zag u vandaag in het nieuws. De kans dat je verbrandt is deze dagen erg groot. Verschillende instanties waarschuwen voor de kracht van de zon. En door die felle zon was het vandaag erg warm. Traditioneel werden op de Veluwe en in de Achterhoek de hoogste temperaturen van onze provincie gemeten. Dat was het voor nu. Geniet van deze mooie avond.